gewapend met Johan ten Kate. En het gaat naar een prachtige winnaar. Hij is een schitterende winnaar hier. We gaan naar de 33 minuten. En dan doe je dat makkelijk. Ik zei al, hij zat op zijn gemak. Erwin Akkerman. Winnaar van de 32e BNNP Rolling Kuprespike. Hij is de absolute winnaar hier. Nummer 2, de man die het land in een kruidvak stak in de eerste ronde. Erik Lindehoots. En Henk Smalbrugge, prachtige nummer 3. De mannen hebben er een schitterende wedstrijd van gemaakt. Erik Lindehoots schroefde het tempo gelijk hoog op. En Akkerman sloot aan en wist in de laatste ronde de winst te grijpen. En de wint is hier prachtig voor eigen publiek bijna. De wedstrijd die er toe doet, de wedstrijd die staat als een echte atletiek monument. Deze PNET Peulrolling Munnekenslagloop wordt dit jaar gewonnen door Erwin Akkerman. En dat doet hij mooi, deze Akkerman, want die komt dus op die prachtige lijst te staan waar zijn naam nog niet tussen stond, maar nu dan wel. Bij al die mooie winnaars. Hier gaan we naar Jan Scheenstra. Volgende man in de uitslag. Hij gaat na 34 minuten en 45 seconden finishen. Jan Scheenstra is de naam. Sinds 1983 dus de winnaars hier op de lijst. En in 2015 komt daar dus een andere naam bij te staan. Erwin Akkerman. En nog altijd dat leidt natuurlijk onderweg voor de 5 kilometer finish. En de laatste ronde voor de 10 kilometer. Prijsuitreiking straks natuurlijk allemaal er even bij zijn in de kantine hier van de plaatselijke voetbaltrots. 35 minuten, 25 seconden. We hebben het dan over de 10 kilometer. En aankomst ook hier nog van 5 kilometer. Met onder andere Wendy Grotenhuis als finisher. En ook de doorkomst hier van Henry Visser, 10 kilometer. Hij is prima op drijf, deze Henry Visser. Komt dus achter de snelste vier mannen binnen. En wordt dan de derde man in de categorie mannen senioren. Deze Henry Visser. 35 minuten, 38 seconden. En dat is een prachtige tijd op de 10 kilometer. Ab Koetsier, ook mooi. Finishen, 5 kilometer. En dan hebben we ook de finishlijn daar voor Melissa Gerrits. Ja, dan is het natuurlijk straks al snel uitkijken naar de snelste dame, Anouke Lindenhals. Want die liep niet zo snel, niet zo ver achter bij de snelste mannen. Zij was vorig jaar de winnares hier in 37 minuten. Dat was wel een fantastische tijd. De vraag is of ze dat vanavond ook kan. Maar ze liep in elk geval trots aan de leiding hier, deze Anouke Lindenhals. En haar eigen partner werd vandaag dus de tweede in de 10 kilometer, Erik Lindehals. Ja. 10 kilometer wedstrijd. De laatste ronde voor nogal wat atleten. Die loopt 36 minuten. Dat doet voor Mansveldsink, die ongeveer 300 parcours uit zijn hoofd kent. Want zoveel loopt hij er in een jaar. En vanavond loopt hij er weer bij. Goed gedaan voor al die atleten. In deze wedstrijd lopen ze graag mee. In de Munnekenslagloop. Maar ik moet daar iets weg van. En dan voor Bert Cassis, de man van de Hoge Volks Atletiekclub. In 37 minuten en 35 seconden. Dat is een prachtige tijd op 10 kilometer. Maar je hoort ook met de vroeg met de ene. Afgelopen vrijdag natuurlijk de wedstrijd in Bergentuin, maar 5 kilometer toe gewonnen door heel veel huisjes. Bijzonder was daar de winst op de 5 kilometer bij de dames door Rachel Klamer. De internationale triatlete, winnares van het zilver bij de Europese Spelen in Baku. Die
naar de 5 kilometer in 17 minuten en 20 seconden. Dat is een absolute toptijd daar in Bergendaal. En dan de laatste meters ook voor Melissa Brouwer. Ook zij finisht haar wedstrijd over 5 kilometer. En dit zijn nog de mannen voor de 10 kilometer. En de haas is Jan de Lange. Dus is op, want die doet ook aan de 10 kilometer heen. Mooi is dat, hè? Want vader was een grootheid op de 10 kilometer. Anouk Lindholz, we hebben 38 minuten wedstrijd en jij gaat naar de winst hier. 38 minuten, kijk, het scorebord slaat op tilt van die hele mooie snelheid die we nu zien. Dus dat is mooi. Anouk Lindholz wordt opnieuw de winnares hier. Zij is een prachtige atleet, want vorig jaar won ze hier in 37 minuten deze mooie strijd om de 10 kilometer. En vandaag wordt zij de winnares, dames en heren, de winnares met de dames, Anouk Lindholz. 39 minuten en 25 seconden voor de atleten van de Hogeveense atletiekclub. Snelste dame dus. En daarachter de man bij de Masters categorie, Albert Oldenkel, wordt keurig snelste man in de categorie mannen 50 plus. En daarachter komt de tweede man in de wedstrijd. Als we het hebben over de mannen 50, dan hebben we dus 1 Oldenkel en 2. Komt er ook nog binnen bij de mannen 50, Erik Bakker. Dan gaan we naar de nummer 3 in deze categorie. Die doet het mooi, 1, 2 en 3. Ik zou zeggen, de volgende Oldenkel op het podium straks. Henk Oldenkel. In 40 minuten vaart tweede dame in de wedstrijd. Ja, ja. Ine Snoeken gaat naar een mooie tweede plek vanavond in deze wedstrijd over 10 kilometer. 40 minuten en 15 seconden voor Ine Snoeken. En zoals altijd, compleet uitgerold over de finishlijn. Altijd alles geven in een 10 kilometer. Tot nu dus vrijwel alleen nog maar atleten voor de 10 kilometer op deze finishstraat. Waarbij we dus straks in de kantine de prijsuitreiking gaan bijmaken van deze 5 en ook van deze 10 kilometer. Volgende man is Henry Strijker, natuurlijk uit Hollandse Veld. In 40 minuten en 55 seconden. We hebben 2 dames gehad, dan gaan we naar de nummer 3 in de uitslag. Yvonne Meijer gaat keurig derde worden en gaat ook naar een prima eindtijd hier. We zitten aan 41 minuten in deze wedstrijd op de 10 kilometer. En de ACO-atleet wordt vanavond als derde geclasseerd. Yvonne Meijer in 41 minuten 15 seconden. Derde dame overal natuurlijk, want we hebben het ook nog straks over categorieën. Volgende atleet is Jérôme Corbin, ook van de Hogeveense atletiekclub. In 37 minuten hebben we de 5 nog binnen. We hebben 41 minuten 35 seconden voor de 10 kilometer. Mooi op deze woensdagavond in Rauwveen bij deze 32e PNET Payrolling. 10 kilometer. Gerrit Pruim. Finishlijn. 41 minuten. En allemaal weten ze, dat is een mooie prestatie als je zo in 41, 42 minuten de finishlijn weet te bereiken. Dan wordt er echt snel gelopen op die 10 kilometer. Met al die getrainde atleten zoals Klaas Arkema en Nick Veerman in 42 minuten. En de wedstrijd is vanavond beslist uiteindelijk in die laatste ronde door Erwin Akkerman. Gevolgd door Erik Lindholz en de derde man in de wedstrijd was Henk Smalbrugge. Dames, 3 atleten, Anouk Lindholz en Adewine Stoeken en Yvonne Meijer was de nummer 3. En hier de aankomst van onder andere Klaas-Jan Kisteman en Barry Poleman. En ook de finish komt eraan voor de volgende atleet. Dan hebben we het over Tony Schokker.
Zijn hier met Martijn Blommers. U ziet de tijd, u ziet de uitslag bij de categorie, die staat erachter. En dan ook het klassement erachter. Kunt u allemaal mooi op die mooie ledschermen mee kijken. Zoals hier, Rolf de Jong wordt geclasseerd als zesde bij de mannen. Vijfde categorie, heeft een mooie tijd van 44 minuten 12 seconden. Valt allemaal op het ledscherm af te lezen. Ik geef hier nog even de uitslag van de 5 kilometer. Terwijl we hier naar Anita Spieker gaan, de marathon ultraatleten en ook een uitstekende 10 kilometer atleten, want zij gaat finishen. In een mooie tijd van 44-36 en u ziet het, ze wordt prima geclasseerd als derde dame Masters. De uitslag van die 5 kilometer is samen met Erik Leusink, Andrew Rutgers en Harmen de Vries als de beste drie bij de mannen senioren hebben. En dat dochter doet nog een rondje. Dat is mooi. Dan hebben we Melchior van der Pol, Martijn Schakelaar, Jannes Dolving als de beste drie bij de Mannen Masters. Dames senioren, 5 kilometer. Linda Eek, Timmerman, Ilona Stille, Tamara de Vries. Dames Masters, Esther Kooijker, Danielle Slom, Hilma Krul. Daar straks allemaal naar de prijsuitreiking. Die wordt hier in de kantine van de voetbalvereniging Rijveen uitgereikt. Mannen senioren, 10 kilometer. Erwin Akkerman, Erik Lindholz, Henry Visser, mannen senioren. Mannen Masters, Henk Smalbrugge, Jan Scheenstra, Bert Cassis. Dan de mannen 50, Albert Oldenkel, Erik Bakker, Henk Oldenkel, dames senioren. Tot nu toe, Adam Lindholz, dames Masters, Ines Soetli, Yvonne Meijer. Maar er komen nog wat bij, straks bij een complete uitslag. Theo Boks is gefinished in 45 minuten. En daar komt bij Henk Hoksen, ook een atleet die van de atletiekgroep 85 lid is. Zien we aan dat mooie nieuwe shirt van Bosbedden. Kilometer. Het is de 32e uitvoering van deze prachtige wegwedstrijd. En de Kuiper Spike wordt daarbij uitgeraakt. Een mooi sportief eerbewijs aan de snelste atleet op de 10 kilometer. Een prijs die ooit naar Kenia ging, denk ik niet huis, want twee Kenianen wonen. Ook ooit een man uit de Verenigde Staten. Won ook de prijs hier en een Fransman. Kortom, ook nog een internationale erelijst hier voor deze 10 kilometer. 46 minuten mannen, 46 minuten, 10 kilometer. Warren Krol, Johnny Hulst. En die denkt zo, dat was er één. Maar even rustig aan doen de rest van de week. 46 minuten wedstrijd, 10 kilometer. En daar ben ik campagne krijgen. Michel Veninga aan de finishlijn. Voet op die blauwe mat wil zetten, finishlijn. 47 minuten, Hendrik Jan Kortrink. Een korte sprint naar de mat hier. Dan zit je in die 47 minuten. Voor deze specialist in criminaliteit onder andere. Maar dan alleen maar schrijven, hoop ik. Hè? 47 minuten, 29 seconden, Hendrik Jan Kortrink. Boom! En stil staat hij. Mooie eindtijd hier op de 10 kilometer. 47 minuten. Klaas Boezekal was daar net ook gefinished in 47 minuten. Dan gaan we naar Henk Niemeyer. In 47 minuten, 48 seconden. Nou, kon u melden als je zo'n tijd loopt, ben je goed getraind hoor, want dat is niet zo eenvoudig. En naarmate je ouder wordt het altijd ietsje lastiger. Verstandige trainen, niet te vaak trainen, is dan het credo. Zorgen dat je geen blessures krijgt. Van hardlopen is blessuregevoelig, verstandig mee omgaan. Rustig trainen, goed met goede begeleiding, dat is belangrijk. Bij een atletiekvereniging vooral gaat dat altijd prima. Nog een man van Droom Beddenbos, zeg maar atletiekgroep 85. Namelijk Johan Steenbergen en ook Jan Witte. En deze twee dames, 10 kilometer goed hoor. Marlies Koster, die zat daarbij. En Mans Velting, finish dan. Een 10 kilometer. Mans loopt gemiddeld 5 wedstrijden in een week.
tel maar op, dat zijn er heel veel in een jaar. En die is overal te vinden in Nederland. En ook nog eens de grens over in Duitsland, ook daar veel wedstrijden. Alleen Westendorp zien we op het ledscherm verschijnen, die is dus ook gefinished in deze 10 kilometer. Wegwedstrijden 10 kilometer de komende tijd. Ik zei het u al, aanstaande zaterdag de internationale stadsloop in Appingedam. Volgende week woensdag Klepperstadloop in Hardenberg. En dan volgende week zaterdag, dan is het de internationale Wiezenloop in Wierde. En dan die zondag is het de Koevoorburg-Krachtenloop. En dan hopen we die allemaal weer te zien daar. Henk Nijboer loopt nog onder die 50 minuten. Dat kan Frits Lauterbach ook hoor. Die zegt maar dat ook gewoon. Onder de 50 minuten. Goed hoor. 49 minuten en 49 seconden voor de liefhebber van het hardlopen. Een dag niet gelopen is een dag niet geloofd. 49 minuten, 49 seconden voor Frits Lautenbach. Bij de dames, die had u nog van mij te goed. Dames senioren wint de 10 kilometer. Anouk Linderhals voor Christina Mulder, alleen Westendorp. Dus die kunnen straks allemaal naar de prijsuitreiking. En bij de dames masters Ines Snoeken, Yvonne Meijer en Anita Spieker kunnen ook straks naar de prijsuitreiking. Er is nog geen krulspel in, dames, maar eerst naar de prijsuitreiking. 50 minuten wedstrijd, 10 kilometer. Hilda Paarhuis onder andere, die finisht haar 10 kilometer. Poelaans gaat zijn naam terugzien in de uitslag. Dat geldt natuurlijk ook voor Tony Holleboom. De achterste loper loopt net iets boven het kwartier. We hebben nog 10 minuten wedstrijd. Nog 10 minuten, dan hebben we denk ik alle atleten binnen. Dat zou mooi zijn, maar dan zitten we net aan het uur. Dus dat is netjes hoor, voor een 10 kilometer bijna alle atleten binnen. Het uur straks gefinished. 51 minuten wedstrijd hebben we gehad, dus je weet... Daar komt mijn tijd zo aan op de mooie ledschermen hier. Jacqueline Ruske in 52 minuten en 7 seconden. En Jan de Lange zegt tegen zijn zoon, gaat goed jongen, we gaan altijd maar sneller. Goed hoor, met z'n beiden over de finishlijn. Pascal en Jan de Lange. En Jan de Lange, meervoudig nationaal kampioen bij de Masters. Onder andere in de marathon. Dat is de langste afstand in de wegatletiek. 42 kilometer en 195 meter. Waarom 195 meter? Omdat de Engelse koning ooit zei, ik wil die afstand zien. Toen hebben ze de finish was verlegd. Toen kwamen ze op 195 meter uit. Sinds die tijd is dat de officiële afstand van de marathon. Willeke Dunning na 52 minuten en 47 seconden. De volgende finisher, dat is Frank van der Vecht. Het wachten is natuurlijk straks op de laatste atleten in deze 10 kilometer. I need you, my life, I need you, my life, I need you.
straks wel te zien. Minuten in deze 10 kilometer. Angstman is 55 minuten. En dan mag hij dus van de laatste atleten van wat betreft de 10 kilometer. De meters die zijn het mooiste team voor de 10 kilometer. Met de dames hier aan de finishlijn hebben we Gerda van der Vecht gezien. 58 minuten, 41 seconden in deze 10 kilometer. Betekent dat we nog altijd binnen het uur zitten. In de wetenschap dat we nog één atlete in de wedstrijd hebben. Chantal Spieker uit Deventer is nog onderweg voor haar 10 kilometer. Rechte lijn naar de finishlijn toe. Deze Chantal Spieker straks om 8:45. Prijsuitreiking, dames en heren. Dus wees op tijd. We hebben nog een kleine 20 seconden tot de tijd net aan het duur. Maar het wordt in elk geval een mooie finish voor Chantal Spieker.
Anita Spieker al gefinished en dochter denkt van dat kan ik ook. En het gaat best goed komen. Als je nu al zo rond die 1 uur zit, dan komt er nog een 10 kilometer wel eens aan onder het uur. Goed zo Chantal, laatste mijn dus. Nog één klein sprintje en dan hebben we een mooie tijd voor jou hoor. Net aan het uur, goed gedaan. In de kleuren van Marathon Plus, Chantal Spieker. Respect, mooie 10 kilometer, 1 uur en 13 seconden. Zij is de finisher, zij sluit dit mooie wedstrijdje over 10 kilometer af. We zien u graag zo straks terug in de kantine, kort voor 9, prijsuitreiking.